Yo kijkers van Max's kanaal en welkom weer in een nieuwe Fortnite video. Ja, dat verwacht je niet hè, mij op Max's kanaal. Ja, het is niet anders, want Max die wint nooit op Fortnite en die heeft nooit lekkere potjes in Fortnite. Komt niet echt vaak in de top 10 en dat soort dingen. Dus die vroeg Roy, zou jij alsjeblieft een keertje willen proberen voor mij in de top 10 te komen? Dan kan ik ook een keertje Fortnite uploaden. Ik zeg Max, prima. Ik ga vandaag voor jou mijn best doen. Dus we zijn hier in Fortnite. En ja, we gaan eens kijken wat erin zit vandaag hè. We gaan eens kijken of het lukt om te winnen en dat soort fratsen. We zijn hier bij Anarchy Acres. Ik zie hier bij de kerstboom al gelijk 2 kistjes staan. Misschien wel 3. Met een beetje mazzel. Laten we eens even koekeloeren. Het zijn er 2. Oké, okay, prima. I like that. 1, 2, 3. Dank u wel. Oh, dat zijn gelijk goede items. Ja, 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 ja. Oh ja, en mij leek het wel leuk. Dat heb ik al een keertje op mijn kanaal gedaan. Maar ik dacht van ja, waarom niet nog een keer, weet je. De Dab Challenge. Dus gewoon elke keer als ik iemand kill. Oh, sniper. Lekker hoor. Ammo boxie. Lekker hoor. Elke keer als ik iemand kill, dan moet ik dabben. Oké? Okay? Laten we dat proberen niet te vergeten. Dus dat is belangrijk. Ik heb zo'n dabbie dat ik zo... Ja, ik kan het nu niet met één hand doen. Maar goed, ik kan dus dabben en dat kan ik in-game doen. En laat ik dat gewoon doen elke keer als ik iemand kill. En laat ik jullie ook maar gewoon even de echte reden vertellen waarom Max vandaag niet op dit kanaal te zien is. Maar waarom je het moet doen met mijn kopie op dit kanaal. Namelijk, Max, zijn webcam doet het even niet ofzo. Dat was iets in die richting, dus ik moest het even overnemen. Geen probleem, Kams. Geen probleem, zet dat maar allemaal even in de comments. Geen probleem, Kams. Ja, K-A-M-S. Gewoon geen probleem, Kams. Dat is de bijnaam die ik voor Max heb. Hey, we hebben hier een submachine gun. I like that. That's the way. I like it. En we nemen ook nog even een shield potion in. Ja, ta-da-ta-da-ta-da-ta-ta. En een shield gun. En nog ammo erbij. Oh, hartstikke vredig, hartstikke mooi. We hebben ook nog mini shields. Jongens, jongens, jongens. Wat wordt het ons allemaal makkelijk gemaakt. Het is ongelooflijk. Wat gaat het voor potje worden? Ik ben heel erg benieuwd. Goed, we hebben hier nog een shotgun. Oké. Okay. En ik hoor een kist. Die is boven. Die ligt boven de rotton. Op het zoldertje. Dat is altijd leuk. Oh, hier ligt niks wat ik wil. Amen. Hey, nog een kist. Alles is voor mij alleen vandaag. Het is ongelooflijk. Het is net alsof ik alleen speel. Er zijn nog maar 53 mensen live. Nou, hartstikke mooi. Medkit, ja, die moeten we wel meenemen. Wat pennetjes. Oh ja, dat kan alles al gecheckt. Hier ligt nog een kist als ik het goed heb gehoord. Ja hoor. Zo, we hebben kisten, jongen. We hebben de loot. Niet te zuinig, hè. Hier hoef ik niet eens wat van te hebben. Die ammo box wil ik wel hebben. 1, 2, 3, dankjewel. En hier kan nog een ammo box liggen daarachter. Waar die ligt. Ja, die ligt er wel. Ja, dus die wil ik zeker even hebben. Woep. Dank u, Serbitus. Dank u, Serbite. Daarna kunnen wij even dit dak open. Atsiki, flatsiki, datsiki, satsi. En dan gaan wij even naar de secret lootplek toe. En ik wil eigenlijk wel een beetje achter me spieken. Maar volgens mij ben ik hier echt helemaal alleen, jongens. Ik ben hier gewoon helemaal alleen. Die plant moest weg. Erger ik me mateloos aan. En weer een kist. Ja hoor. And another one. Dank u wel. Met slurp potions. Wat ga ik ermee doen? Ik ga hem gewoon innemen, puur zodat niemand anders hem heeft. Lekker puh. En ik moet zo wel naar de cirkel toe lopen. Dat is wel verkanus eigenlijk. Het valt op zich wel mee. Ik hoef niet zo heel lang te lopen, weet je. Ondertussen een beetje resource verzamelen. Dank u, dank u, dank u. Hoppakee. Ja hoor, dat nemen we allemaal mee. Dat is hartstikke mooi. Laatste 43, nog niemand gezien. En toch in de top 43 zitten. Nou, is dat nou niet even mooi, jongens? Ik vind het helemaal mooi. Zo, we lopen door. En dan zien wij hier nog een steen. Dat is altijd fijn. Neem altijd mee, weet je. Resources moet je hebben in Fortnite. En als je mijn video's ook kijkt, kan het natuurlijk zijn. Hè? Dat besef ik me eigenlijk allemaal niet. Maar het kan zomaar zijn dat jij een kijker bent van Max's kanaal. En mijn video's eigenlijk helemaal nooit kijkt. Het kan. Hey, daar heb je hem. Pik. 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 Pof! Kom dan. Kom dan. Kom dan, jongen. Kom dan, jongen. Pof. Tot ziens. Dankjewel voor het doet, hè. Dat wordt altijd gewaardeerd. Eens even kijken. Nog een medkit voor mij. Dankjewel. Had je ook een beetje resources? Ja. Ja. Hij had op zich wel wat resources. Maar dan vraag ik me af. Heeft hij de rest dus van mijn dorp geloot? Oh, trouwens. Ik moest dabben, hè. Yep. There you go. Net op tijd, hoor. Net op tijd. Je moet er niet te lang mee wachten. Dat telt niet meer. Oké. Okay, ja, ja. Oh, jij hebt hier allemaal van mij geloot, joh. Ah, joh. Er ligt nog iets paars. Wat is dat? Ben jij daar niet geweest? Oh, dat is een semi-automatische sniper, hè. Die hoef ik niet. Maar ik wil wel de kogels erbij liggen. Dus, levert u die maar in. Dank u wel. U wordt bedankt. Hier kan een ammo box liggen. Die ligt er niet. Oké. Light ammo hoef ik niet te hebben. Want ja, ik heb hier eens een light ammo wapen. Hier weer een kistje. Pom, pom, pom. Allemaal troep. Nou,
maakt het niet uit. Nog een ding. Ja, weer hout, dankjewel. Goed, ja, hier is hij dus geweest. Kijk maar, hij heeft hier het dak eraf geramd en is toen hier dus naar binnen gegaan. Dus we gaan er maar gewoon vanuit voor het gemak dat hij daar alles geloot heeft, ja? Dan hoef ik dat niet meer te checken en zo. Dus we hakken dit nog even stuk. Dank u wel, dank u wel. Maar wat ik wilde zeggen, maar ik werd onderbroken door die knijter daar, oh. Dat er gewoon kijkers hier nu kunnen zijn die naar dit filmpje kijken en mij helemaal niet kennen. Het kan. Het is een hele kleine kans, omdat praktisch gezien al Max zijn abonnees zo'n beetje van mijn kanaal afkomen. Maar ik Max heel vaak geshoutout heb en dat soort dingen. Dus de meeste kijkers die kennen mij eigenlijk ook wel. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat hier mensen nu naar kijken. En die op Max al geabonneerd zijn, maar dan niet eens op mij geabonneerd zijn. Het kan. Hey, dat zou kunnen. Als het goed is, als Max een beetje aardig is, dan staat mijn kanaal ook in de beschrijving. Dus eventueel als je denkt van wie is deze maloot, dan kan je dat ook bekijken. We hebben hier trouwens nog 2 rukbunkers. Laten we daar nog eventjes een kijkje nemen. En daarna is het wel handig om naar de cirkel te gaan. Ja, dat is zeker wel handig om te doen. Ja, alright, daar staat niemand, hè? Nee, oké, ik zet hem even op steen, zodat ik als ik aangevallen word, dat ik iets van steen bouw in plaats van... Hey, een shield potion. Die gaan wij niet meer... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik laat hem liggen, denk ik. Ik kan daar beter 3 mini-shields hebben, weet je? Dan kan je 75 HP mee healen. Pistool hoef ik ook niet. Nog een kist? Ja hoor, uiteraard. We hebben echt alleen maar kistjes vandaag. Oh damn! Oh damn! Mini shields, goodbye. Dank u wel. Het was een prachtige tijd. Maar. Yes! Woehoe! Kijk, want dan neem ik gewoon weer die mee. En dan moet ik wel even snel zijn nu hoor. Wacht, waar zijn mijn mini shields? Kijk, doen we eerst dit. De cirkel komt er wel aan. Dus ik moet even een beetje tempo doeletje maken. Maar alsnog, maakt niet uit. Kijk, dit was namelijk mijn plan. For real. Ik wist dat ik niet dood zou gaan door die suicide bomber. Dus dan kan ik gewoon even... Zo. En dan pakken wij de RPG weer terug. Hij had ook een RPG. Even kijken, waar is mijn primary gun? Oh, die is hier. Zo. En dan komt de cirkel eraan. Dus even snel als een troep pakken. En dan zeggen we tot ziens. Want die RPG hebben we al, maar dan in het paars. Leuk. Rennen. Burp. En we zijn veilig. Dankjewel. Voor de loot. Dat was geinig. Dan nemen we even de medkitje in. Gewoon dat kan. Weet je wel, we hebben er toch 3. Dus ik kan er maar beter een eentje gebruiken. En dan zitten wij zomaar eens bij de laatste 25 mensen. Met prachtige loot, zoals u kan zien. Met een goed gevuld portie vreugde. Omdat we net zo'n mooi killetje hebben gemaakt. Dus ik vind het allemaal helemaal scorn. We hebben 600 hout en 354 steen, jongen. Ik heb hier een goed gevoel bij. En ik zei nog tegen Max. Max, no worries my dude. Ik zorg gewoon even dat we die top 10 gaan halen. Daar ga ik mijn best voor doen. Oké? Dat gaan we fixen. Dus ik hoop ook echt dat ik het ga halen nu. Niet dat ik het nu voor mezelf ga doen. Hoppakee, dankjewel. We hebben dus gewoon weer full HP. En ja, weet je, ik kon wel lekker moeilijk gaan doen met de shotgun en zo. Maar ik dacht ook van, weet je wat? U kan gewoon een RPG van mij op je knijter krijgen. En ik ben eigenlijk best wel blij dat ik dat op die manier heb aangepakt. Ja, want ik had al die healing items. Ik dacht van ja, anders laat ik die toch liggen, weet je. Dan kan ik ze beter gewoon gebruiken. Nou ja, dat is gelukt. Hé, daar is iemand. 100% zeker dat daar iemand is. Ja, hij bouwt ook een trap. Oké. Kijk, daar gaat hij. Oh yes, ik wil hem killen, jongen. Ik wil hem killen. Weet je hoe we dat doen? Schiet gewoon een RPG op zijn trap. En dan switch ik naar mijn wapen. Hij zit daar nu in het hoekje, want we weten dat hij er zit. Ja, dus doen we dit en is hij waarschijnlijk dood. Ja, there you go. Nou, hij heeft echt nog maar 1 in. Ja, doei. Dat zien we. Hij blijft ook gewoon stilzitten. Dat begreep ik niet helemaal. Hij is van, hij ziet me niet. Hij ziet me niet. Ik blijf stilzitten, want hij ziet me toch niet. En toch ging hij dat. Dus het was wel geinig, maar het was niet zo slim. Dank u wel voor uw loot. Ja, dank u wel voor uw loot. We gaan weer verder. Ja, geinig, leuk. Volgende keer bij mij thuis. We hebben weer wat steen. Steen. Dat is altijd fijn. Dank u wel. Ik hou hem al gewoon steen zo. Goed, laatste... Laten we dat anders eens even niet doen, joh. Hey, gekkerd. Wie de fuck deed dat? Wie de fuck? Oh jee. Oh, we zijn dood! Shit! En we hebben de top 10 niet gered. Fuck.
Tijd voor nog een potje. Oké, we zitten weer in een nieuw potje, want die top 10 die moet gewoon even gehaald worden. En daarnaast wilde ik even zeggen, sorry voor alle keer dat ik een kill heb gemaakt en niet heb gedabbed. Ik zou dabben. Sorry. Oké, sorry dat ik niet heb gedabbed. Het was wel geinig. Ineens waren we gewoon dood. Het was echt een knijterraar potje, jongen. We hadden gewoon 200 HP, niks gehit, goede wapens, niks aan de hand. In één keer pof, sniperkogel op mijn hoofd. Ik had er maar 95 HP over. En ik werd in één keer gesnowball launchered. Nou, dat was toch heel snel in één keer afgelopen. Goed, kist, hallo. Oh, hey. Nee, nee, nee. Dit doen we even niet. Dit doen we even niet. Nee. Nee, gewoon niet. Gewoon niet. Gewoon niet. Gewoon niet. Dank u. Oh, hey. Haha. Dank u wel. Zo, dat was een evil lef. Maar hij is wel dood. En ik ben ook bijna dood. Kut, wat ga ik doen? Laat ik maar gewoon even zijn stuff pakken. Want hij heeft een shield potion. Er ligt hier allemaal paarse meuk. En er ligt een kist. En oh jeetje. Oh, top. Yes. Oh, nee. No. Die. Oké. Jongens. Dit komt goed. Dit komt goed, oké? We gaan even die twee mini-shields innemen. Dat is één. Dat is twee. En dan die grote. En dan hebben we gewoon 100 shield. Dat is fijn. En dan hebben we in ieder geval meer HP dan dat je normaal hebt. Oké? Nu heb ik 121 HP, dus dat is wel goed. Goed, we gaan lekker met de pistool op pad. Tom. Hier eigenlijk een medkit hebben. Dat zou perfect zijn. Medkit! Oh ja, maar bandages ook goed. Ook goed, al fijn. Al fijn. Bandages zijn prima. Dus dan hebben we in ieder geval 175 HP. En dan is er in principe niks aan de hand. Dus, we gaan even snel regenen. Duurt altijd even. Ik heb trouwens wel weer een RPG. Daar ben ik best wel blij mee. Hoe ging je? Hoe de fuck ging jij niet dood? In eerste instantie. Dit is echt zo'n raar potje weer. Ik snap er echt helemaal niks van wat hier allemaal gebeurt. Slurp. Die komt eigenlijk best wel perfect uit. Dan neem ik nog één. Kut, daar is weer iemand. Nee. Hij is daar. Hij staat achter de auto en hij denkt nu gewoon van, oh, hij heeft me niet gezien. Hij heeft me vast niet gezien. Ik ga hem echt heel goedkoop killen zometeen. Dat is wat hij denkt. Hij staat hier recht voor mij, achter de auto. Alright, daar staat hij. We weten het allemaal. Alleen, weet hij ook dat ik hier ben. Ik neem die RPG mee, zo. Ja, hij weet ook dat ik hier ben trouwens. Dat is een stomme vraag. Heb ik iets waarmee ik hem kan killen? Ja. Hiermee kan ik jou wel killen. Komt ie, hè? Yes! Woehoe! Hoeveel kills hebben we? We hebben er al 5. What the fuck gebeurt hier allemaal? Oké, hij heeft ook geen RPG dingen, spout. Nee, heeft hij niet. Oké, dus. Oeh, worden weer beschoten. Wat gebeurt hier allemaal, joh? Waar kan dat nou even naar? Volgens mij daar ergens. Hij is hier ergens nu. Oh, yes! Ik weet echt niet hoe wij nog steeds leven, hoor. Echt niet. Wat een gek dier. Dank u. Bolt action. Hartstikke leuk. Maar voor de rest hebben we echt helemaal niks eigenlijk, hè. Ik moet echt healen gewoon. Ik heb echt healing stuff nodig, jongens. Fuck my life. Maar goed, dit huis zou nog niet geloot moeten zijn. Tenzij die knakker hier is geweest. Maar goed, daar maar even niet van uitgaande. Please, heb hier alsjeblieft geen traps geplaatst, want dan word ik mad als ik zo dood ga. Right? Please have mercy on me. Oh, trouwens, ik heb gewoon nog 6 bandages. Nee, laat ik die eerst eens even gebruiken. Wat een gek potje dit! Als Max dit nu ook aan het editen is, denkt hij waarschijnlijk van, wat een gek potje is dit, hoor. Hoe heb je dit nou toch even geflikt? Zo'n potje heb ik zelf nog niet eens gehad op mijn eigen kanaal. Dus kan je nagaan dat ik zoveel kills heb gelijk al op het begin en dat het helemaal cranky wanky is. Nee, heb ik ook nog niet meegemaakt. Maar goed, geinig. Leuk. Hou ik van. Vaker doen, Max. Trap. Zo. Weer een shotgun, maar die heb ik al. En nog een deur. Ja. En nog een deur. Er ligt helemaal niks op. Dit boeit me heel veel zelfs. Die heb ik gewoon lekker 150 HP. Even snel uitgerekend, hè. 75 plus 75, dat is 150.
Dus, eens even kijken. Verder heeft hij wel alles meegenomen, denk ik. Maar hij heeft dan de best... Oh, damn. Nou, weer een blauwe shotgun. What the fuck? En een groene shotgun. Dat kan, daar snap ik allemaal niks meer van. Rockets van RPG. Oh, damn. Dat was het beste wat ik kon vinden. Misschien nog meer rockets. Met een beetje mazzel. Oh, ja hoor. 6 RPG-kogels. Heerlijk. Alsof het niks is, jongens. Hoppakee, dan hakken we deze bende even open. Dank u, dank u, dank u. En dan gaan we even naar deze twee rukbunkers hier, hoor. Oh, kijk. Ah, daar hebben we iemand met een Scar volgens mij. Ja, het is Scar. En het weer kogels voor mij. Weer rocketkogels. Dank u, dank u, dank u. En een perfecte assault rifle, jongens. Dit wordt een lekker potje. Oh, hey, neem die bandages naast mij, dankjewel. Goed, dan zal hij dit wel geloot hebben. Hè? Dan ga ik niet eens checken dan. Tractor wil ik wel. Tractor zeg. Behalve hier in Fatalfields. Oké? Okay? Behalve in Fatalfields. Daar zijn ze niet cool. Dus, goed. Oeh, liep daar nou iemand? Hallo? Niet? Valt eens reloaden. Oh, je ziet je al, zie je. Oeh, oeh. Ik wist het wel. Ik wist wel dat je daar liep. Bom. Dank u. Had je mooie dingetjes? Oh, jawel. Ik heb gewoon al 8 kills. What the fuck? Ik snap er echt helemaal niks van. Ik vind het wel geinig. Daar niet van. Jong. Het was dus wel echt heel druk hier dan zo, hè? Jezus Christian. Oké. Dit is allemaal gereload, hè? Ja, die hoef ik allemaal niet. Heb ik allemaal. Dit is ook gereload, dit is ook gereload, dit is ook gereload. Mooi. Zo, dan gaan we hier nog even naartoe. Even spieken. Nee, geen kist, jammer. Hier nog een klein stukje bos. Nee, laten we ook even kijken. Ik bedoel, geloot. Fuck. Ja, hier is waarschijnlijk alles al geloot, joh. Het is hier zo druk. We hebben iedereen gekleerd. Tenminste, daar mag ik nu toch wel van uitgaan, right? 8 mensen gekilled. Dat zou toch wel iedereen moeten zijn, toch? Of is hier nog meer volk? Dat zou echt ongelooflijk zijn. Ik vind 8 mensen al een beetje veel hoor, voor in 1 dorpje. Maar kan je nagaan als er gewoon nog meer mensen achter zijn. Dat zou echt bizar zijn. Kist? Nee, jammer. Oké. Okay. De kerstboom, sowieso ook al geloot. Ja, weet je wat we dan gewoon lekker gaan doen? Dan gaan we lekker miner worden. Oftewel, we gaan lekker even steen minen. Zodat wij zometeen genoeg resources hebben voor ons bunker. Of fort, whatever. Ik noem het altijd bunker, maar het is Fortnite, Roy. Dus noem het dan ook gewoon een fort. In plaats van een bunker. Ik ga eraan proberen te wennen, dus even lekker steen hakken. Dank u, dank u, dank u. U wordt een zeer pietje bedankt. Ja, ja, ja. Oh ja, schön. Oh ja, schön. Ja, 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 ja. Nog meer steen. Oh ja, zeker. Oh, 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 ja. En nog meer steen. Goed, wat ik nu graag zou willen hebben is een shield potion. Of een mini shield potion. Of fine. Of een slur potion. Of een medkit. Kortom, alles wat we kan hier, behalve bandages. Alright, want die heb ik al. Dus dat is fine. Ik heb al 75 HP. Meer dan dat kan ik niet healen met bandages. Dus ik heb echt die andere healing items nodig. Maar goed, hopelijk komen we die nog wel tegen. Misschien wel, misschien niet. We zien het wel. Nieuwe cirkel. Aha. Oké, we gaan zo even kijken waar die is. Wil je eerst nog even wat meer steen hakken? Nou, trouwens, 600 steen. Moet wel genoeg zijn, toch? Ja, dat denk ik wel. Nieuwe cirkel. Ah, daar joh. Dan wil ik hierboven op deze prachtige berg. Wil ik een fort bouwen. Dat is ons doel van vandaag. Hier is al geloot, want de deur is open. Dus ik ga niet eens kijken. Dit zijn ook van die plekjes waar mensen heel geniepig een trap in plaatsen. Dat het ook een actie voor mij kunnen zijn, weet je wel. En dit soort huisjes is het gewoon echt lekker geniepig om een lekker trappie te plaatsen. Dus laat ik daar zeker maar even niet naar binnen wandelen. Want dan ken ik die geintjes wel weer. 23 live. Dus laten we niet hopelijk weer bij de laatste 20 doodgaan. Dat zou zo kut zijn. Dus nee, dat wil ik niet. Hé, hier is iemand gekild. Hier is iemand gekild. Kijk maar, hier ligt gewoon een random blauwe shotgun. Ik bedoel, wie zou die daar nou random op het gras neergelegd hebben? Niemand. Dus er is iemand gekild. Maar die vogel is al lang weer gevlogen, hè? Dat denk ik wel. Dat die vogel al lang weer gevlogen is, ja. Dus daar gaan we eerst onderzoek naar doen. Die is al weg, die guy. Goed, we zijn hier bij Salty Springs. Hier is het altijd super salty, jongen. Hier zijn mensen altijd echt gewelddadig tegen elkaar, zo. Heel gewelddadig. Nog gewelddadiger dan in de Federfields. Oké, hallo, Leute. Ik ben Roy. En, guten Tag. Oh, daar is al iemand. Oh, damn. Op mijn berg zit al iemand te stinken, hè? Of is dat niet die berg? Oh, nee, dat is een andere berg, denk ik. Ja, dat is een andere berg. Maar alsnog is het wel iets om in de gaten te houden, hoor. Want ik ken die geintjes wel. Dan loop je er langs en in één keer krijg je wat kogels in je poren. En dat wil je niet. No, 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 no. That's not what you want. No, 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 no. Die berg, die moeten we hebben. Daar wil ik bovenop zien te komen, right? Dat is ons objective.
En ondertussen, we zitten in ieder geval verder dan het eerste potje, oké? We zitten nu aan de top 19, dus dat is mooi. 8 kills. Lekker potje hoor. Geen probleem, Maxi. Geen problemen, dude. Een lekker potje. Had ik deze maar voor mijn eigen kanaal. Sorry, waarom heb ik een naam voor zo'n stom kanaal? Waarom heb ik altijd potjes voor zo'n... Grapje, Max. Je hebt een heel leuk kanaal. Heel veel wilde walnoten. Oké, daar gaan we, hè? Daar gaan we. You ready? You ready for this? Ready for this? We gaan op avontuur. Ik wil nu niet gekild worden, want dat is altijd heel erg lullig. Ik bouw in één stuk door, hoor. In één stuk door. Hoppakee, hoppakee. Maakt dus allemaal niks uit. En hartstikke flatsie. We zijn precies op de plek waar ik wilde zijn. We hakken nog even deze boom om voor het overzicht. Hoppakee. En deze boom eigenlijk ook. Allemaal voor het overzicht, jongens. Dat gaat waarschijnlijk wel iemand zien, want het is super hoog hier. Hier. Dus iedereen ziet dat ik deze boom omhak. Maar dat maakt niet uit. All fine, you know? All fine. Hop, 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 hop. Kijk. Zo, de bouwen wij toch eens eventjes een lekker fortje. Nou, echt, zeg je u tegen hoor. Deze is voor Max. Voor de kerst. Voor kerst 2018, oké? Okay? Dat hij hier lekkere appelflampjes kan eten en zo. Vindt Max vast fijn. Zo. Hartstikke idee. Goed taak met een platvoeten. Hoe is het hier allemaal? Oh ja, ik moet trouwens wel oppassen. Want één sniperkogel betekent finito voor mij. Dat is wel even kanus. Maar ik zo weinig HP. Of daar zo weinig HP. Dat klinkt ook weer overdreven. Ik heb meer dan dat je hem. Oh, daar staat iemand. Zien we dat? Ja, dat zien we. 9 kills, ja! Hij is dood! En iemand schiet op mij. Stop daar eens mee, joh. Hey. Iemand zit op mij te schieten. Doe dat eens even niet, joh. Heb ik mijn sniper al gereload? Ja, dat heb ik al. Oké. Nou, hey, dat is leuk. We zitten echt in een mokergoed bunker fort. Fort, dat bedoel ik. Mokergoed fort. En nou is het maar gewoon even wachten waar de tegenstanders zijn. Snap je? We zitten nog steeds in een cirkel. Hey, dat is even boffen. Dat is even boffen. Ja, 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 ja. Oh, iemand wil mij heel graag killen. Oh, iemand bouwt omhoog. Iemand is hier bijna. Hij is... Hij is naar beneden gevallen. Fucking dipshit. Hij is naar beneden gevallen, nu is hij dead. Ik ga hem looten, misschien had hij wel iets wat ik nodig heb. Oh, dat was ook niet zo slim. Maar ik heb geen falling damage, dus dat is goed. Kijk dan joh, hij had zeker wel iets wat ik nodig heb. Namelijk mini shields. Perfect, neem ik er één van in. Zo, de rest mag u houden. Geweldig. Oké. Okay. Ja, wat een pannenkoek. Wat een pannenkoek, dat hij gewoon naar beneden is getiefd. Dat is wel echt heel erg stom. Zo. 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 Ja, hartstikke mooi. Ja, dat is niet zo slim van die gast. Nu leef ik nog. Top 10! Yes! Max, je hebt je top 10 game, jongen. No problem. Oké. Okay. Is weer iemand bij me. Shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jongens, help! 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 Oh crap. Hij is naar me aan het zoeken. Oh shit. Oh shit. Oké, ik wacht gewoon met mijn RPG op deze manier. Kom maar, pik. Ik destroy je ass. Als die deur open doet, is hij kapot. Open de deur, je fucker. Oh, er is iemand bij me. 6 alive! Komt-ie, komt-ie.
mij heeft hij geen idee dat ik hier zit. Wait a second. Oh mijn god! Hij is alles aan het repairen. Hij is alles aan het repairen. Er zit hier iemand bij me, jongens. Dit is echt het raarste potje wat ik ooit heb gehad. Hoe leef ik nog? I don't know. Maar ik zit hier best. Ik heb hier beneden ook een trap geplaatst. Oh, dit kan ik ook editen. Wait a second. Oh shit. Hoe kom ik hierboven? Fuck's sakes. Komt hij hoor. Ik hoop echt dat hij de deur opent. Hij weet. Hij heeft geen idee dat ik hierin zit. Maar shit, ik moet hier wel een weg naar buiten zien te vinden eigenlijk. Fuck. Oh wacht, dit kan ik weghakken. Of gewoon helemaal op laten bouwen. Oké, wat gebeurt er nu? Oh. Ik heb nooit een idee hoe dit werkt, joh. Dus zo en dan zo. Oké, kijk. Ja, we zijn een beetje aan het kloten, hè? Maar we komen er wel uit. Kijk. Oeh, ik ben bijna boven. Volgens mij ben ik nu boven als ik dit doe. Of niet? Want alles is van mij, hè, wat ik hier heb gebouwd. Dus ik kan overal inklimmen. Oh mijn god, wat is dit, joh, hé? Geen idee wat ik allemaal doe met momenteel. Echt niet. Oké. En dan zo. Denk ik. Oh. Hij staat hier volgens mij boven. Oh mijn god, wat ben ik aan het doen, joh. Wait a second. Ik moet hierop zien te komen. Hij loopt hieronder. Oh shit. Shit. Let's go, boys. We gotta go. It's time to leave. Oh damn. Woohoo. Oh shit. Hoe de fuck leef ik nog? Oh, daar heb je iemand. Oh, ja, hij is dood. Hij is dood. Didn't stick the landing. Oké, laatste vier. What in fuck's name? Oh, damn. Hoe leven wij nog? Ik snap er echt geen dondersteen van. Ik heb ook echt zo weinig gezegd de afgelopen minuten. Oh, shit. Oh, dan krijgen we een RPG in ons fort. Omdat er iemand blijkbaar boven me stond. Maar jongens, we mogen niet klagen over dit potje. Hoe de fuck zijn wij nog in leven gebleven? Al die tijd. 9 kills gemaakt. In de top 4 gekomen. Ik denk zeker weten wel een mooi potje. Als ik dit potje had gehad voor mijn eigen kanaal, had ik hem sowieso geüpload. Dus beste kijkers van Max's kanaal. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk. Doe natuurlijk eventjes dat blauwe duimpje omhoog, hè, voor Max gewoon, omdat zijn webcam stuk is. 1 duimpje is 1 nieuwe webcam voor Max. Dus hopelijk vond je het leuk. Duimpje omhoog. En dan zie ik jullie misschien bij een nieuwe video op mijn eigen kanaal. En anders weer bij een nieuwe video van Max. Laters!